Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie de nieuwe producten van Essence laten zien. Het heeft een tijdje geduurd voordat de producten van Essence daadwerkelijk in de schappen lagen, maar inmiddels is het zover en kan ik deze video opnemen. Ik maakte eerder ook al een video met de nieuwe producten van Catrice. En de link van de video zal ik even in de beschrijving neerzetten. Catrice is gewoon altijd net iets eerder met de nieuwe producten dan Essence. Maar ik ben blij dat ik nu ook de nieuwe producten van Essence kan gaan laten zien. Dus als je benieuwd bent naar een deel van de nieuwe producten, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee. Ik wil alvast eventjes zeggen dat dit geen eerste indruk video is. Dus ik ga de producten niet swatchen. Ik laat ze puur zien. Ik ga de producten reviewen op mijn blog. Ik zal ook even de naam van mijn blog in de beschrijving neerzetten. Dus als je benieuwd bent naar de echte reviews van de producten, zou ik zeker zeggen, hou mijn blog even in de gaten. Want als ik nu de producten al zou gaan swatchen, worden ze op de foto's gewoon niet mooi meer. Dus vandaar dat ik ze niet swatch, maar gewoon aan jullie laat zien. Ik zou zeggen, veel plezier met deze video. Dit is de buikproducten die ik heb weten te scoren. Ik heb ze allemaal even in dit koffertje gedaan. Er zitten geen nagellakjes bij, wil ik al vooraf zeggen. Ik heb eerder al uitgelegd dat ik een klein ongelukje had gehad. En inmiddels is het verband eraf. Maar ik kan met één hand gewoon mijn nagels gewoon niet mooi lakken. En dit is ook eigenlijk altijd de hand waar ik mijn nagelfoto's mee maak. Dus dat wordt gewoon een beetje lastig. Dus zodra mijn hand weer helemaal compleet goed is met nagels en zo, wil ik ook zeker een aantal nieuwe nagellakjes gaan proberen. Dus Die zit er nu niet bij, maar er zitten wel een heleboel andere mooie producten bij, al zeg ik het zelf. Het eerste product wat ik eruit haal is de Rock & Doll Volume en Eye Opening Mascara. Dit is een mascara met een curved fiber borstel. Ik ga gelijk even kijken, want daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat borsteltje eruit ziet. Je kunt inderdaad wel zien dat het een borsteltje is met veel haartjes. Het is een beetje zo'n draai-effect als ik het zo zie. Het doet me wel een beetje denken aan de soort borsteltjes die je ook wel ziet bij mascara's van Maybelline bijvoorbeeld. Maar ja, die zijn natuurlijk vaak nog wat intenser. Maar het borsteltje ziet er al echt wel heel erg goed uit. Ik vind ook de verpakking echt heel erg leuk zo met dat roze en met die stipjes erop. Dus dat vind ik echt wel heel erg leuk. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik vind hem er heel erg leuk uitzien in ieder geval al. Dan heb ik de Rock'n'Roll Duo Stylist Eyeliner Pen. Die hoort ook bij de mascara. Zoals je ziet hebben ze hetzelfde patroon. Even kijken. Oh kijk, hij heeft echt een soort dotting aan de achterzijde. Waardoor je dus heel precies zou kunnen werken. Ik ben wel heel benieuwd. Ik zie dat de laatste tijd steeds vaker dat je of puntjes hebt. Of dat het in ieder geval niet meer één echte rechte stift is. Dat valt mij wel al op. Het is een balpunt. Baltip staat hier. Je kunt hier perfecte, unieke oogart mee creëren. Bijzondere designs. Nou, ik ben heel benieuwd of dat werkt met zo'n bal aan de zijkant. Aan de punt. Ik vond het wel heel erg leuk dat hij dan ook wel weer in de stijl is van de mascara. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dan heb ik ook een nieuw kwastje weten te scoren. Het is een wenkbrauwkwastje. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit echt wenkbrauwkwastjes ben tegengekomen. Op dit moment gebruik ik een, volgens mij is dat een smoky eye kwastje van de HEMA. Die heeft inderdaad ook zo'n schuin afgesneden stukje. Die ik dan op zich heel fijn vind om mijn wenkbrauwen mee te doen. Maar ik vond het wel heel erg leuk dat ze nu met een echt wenkbrauwkwastje kwamen. Ik zal hem even uit de verpakking halen ook. Dit is dan de kwast. Hij heeft echt best wel een breed handvat. Voelt wel fijn aan in mijn handen. Zoals je kan zien is het patroon ook weer vernieuwd.
Voorheen had je die zachte kleuren kwasten. En dit is dan, ja, die past dan, deze sluit niet aan bij die collectie, zeg maar. Ook vind ik, ja, het kwastje zelf ziet er goed uit. Ik denk wel dat je hier heel fijn je wenkbrauwen mee kan doen. Ik heb zelf best wel goede ervaring met kwastjes van Essence. Dus ik was hier zeker heel benieuwd naar. Ik vind het ook echt wel heel erg leuk dat Essence nu gewoon echt met zo'n kwastje op de markt is gekomen. Omdat ik, zoals ik al eerder zei, ik eigenlijk nooit echt speciale kwastjes voor wenkbrauwen ben tegengekomen. Nou weet ik wel dat de duurdere merken zoals Zoeva ze heeft. En ja, daar betaal je dan natuurlijk ook gewoon flink voor. Dan heb je ook wel kwaliteit. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe nou zo'n low budget kwastje bevalt van Essence. Dan heb ik de Essence Camouflage 2-in-1 Make-up en Concealer. Dit is een product wat in een tube zit. Moet ik zeggen dat ik daar zelf nooit heel enthousiast van word van als het in een tube zit. Ik heb altijd liever een pompje. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd of dat het product gewoon echt wat is. Hij belooft hoge dekking, geen masker effect en lang te blijven zitten. Ik heb hem in de kleur 10 Ivory Beige. Dat is de lichtste kleur en dat past ook gewoon het beste bij mijn huid. Want eerder is toch wel gebleken dat als ik een tint donkerder nam, dat het vaak te donker is. Dus ik ben hier ook echt wel heel benieuwd naar of dat het, ja, echt zoveel dekking gaat geven. Dan heb ik de Camouflage 2-in-1 Powder en Make-up. Dat is een poeder die dus bij dit tubetje hoort. Ook deze heb ik in de kleur 10 Ivory Beige. En ook deze belooft hoge dekking, mat effect en ook om lang te blijven zitten. Ik ga even openmaken. Je hebt hier gewoon een mooi spiegeltje erin zitten. En dan is dit de poeder. Dus ik ben benieuwd of dat hij goed dekt. Ik vind de binnenkant vind ik al wel heel erg leuk. Ik vind het leuk dat ze nu toch eindelijk ook een beetje met de spiegeltjes zijn gaan werken. Normaal vind ik de verpakkingen van Essence er toch wat goedkoper uitzien. En ik vind deze verpakking dan wel weer een beetje overeenkomen met de matte poeder die Catrice in het assortiment heeft. Dus in dat geval vind ik dit echt een hele vooruitgang al. Dan heb ik het Get Picture Ready Contouring Palette. Deze heeft de naam 10 Get in Shape. Die ziet er zo uit. Het is een palette met... het zijn gewoon echt poeders. Het zijn geen... Het is geen vloeibare paletten, zeg maar. Het is wel echt poeder. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Want dat had ik nog helemaal niet gezien. Ik dacht dus eigenlijk ook dat het weer een... vloeibaar product was in een palettenvorm. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet heel enthousiast van word. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet de juiste tools heb om dat aan te brengen. Maar ik vind dit eigenlijk wel heel erg leuk. Je hebt dus eigenlijk twee kleuren bronzers als ik het zo bekijk. En een highlighter. Maar ik ga even achterop kijken of dat het nou echt... twee bronzers zijn. Soms noemen ze het ook anders. Nou, het staat hier alleen in het buitenlands op. Nou ja, dat is niet echt mijn grootste pluspunt. Dus ik word er niet heel duidelijk, heel veel wijs uit. Wel zie je achterop nog een klein blaadje staan met hoe je het aan kunt brengen. Dus ik ben hier nu wel echt heel benieuwd naar. Dan heb ik de Get Picture Ready Brightening Concealer in de kleur 10 Ivory. Het is deze concealer met het sponsje. Nou weet ik dat er ooit een concealer is geweest met een sponsje. Volgens mij van L'Oreal of Maybelline. Weet ik niet zeker meer welk merk dat was. Die concealer is inmiddels niet meer in Nederland verkrijgbaar. Maar daar was ook menig beautyblogger enthousiast over. Ik heb hem zelf nooit gehad. Dus ik durf niet te zeggen hoe die beviel. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat Essence nu eigenlijk ook gekozen heeft voor zo'n sponsje. Verder belooft de concealer Instant Flawless Finish. Een hoge dekking. Het is gewoon een creamy concealer. Dus de donkere plekken en skin imperfections zouden gewoon goed
dekkend zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Dan heb ik de Cat Picture Ready Long Lasting Compact Make-up. En ik zie dus net dat ik in de kleur 30 mat van Nivea heb genomen. Dus ik ben bang dat deze donker gaat zijn voor mij. Maar, nou ja, dat moet ik maar even zien. Als je hem openklapt, kom je eerst hier bij het onderste gedeelte. Daar zit een sponsje. En dan kun je hem naar beneden klappen. En daar zit dan de poeder. Ook hier zit een spiegeltje in. Ik moet zeggen dat hij nog niet heel donker oogt. Dus misschien heb ik mazzel en valt het mee. Maar ik durf het niet te zeggen. Ook dit doosje vind ik echt vooruitgang gekregen hebben. Want ja, je ziet gewoon echt dat de kwaliteit vooruit is gegaan. Dit is een cream to powder compact make-up. Hij belooft een instant flawless finish. Dus ja, ik hoop dat hij dus niet te donker gaat zijn. Maar ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik vind de verpakking echt super leuk nu al. Ook uit de Cat Picture Ready line heb ik de Pore Refining Powder. Deze ziet er zo uit. Ik ga de poeder even laten zien. En de poeder ziet er dus zo uit. Deze verpakking is dan eigenlijk wat dat betreft gewoon weer puur Essence. Want wat we altijd al gewend waren van Essence. Deze is niet veranderd. De naam vind ik heel erg leuk. Hij heet nummer 10 Selfie Finish. En hij belooft een matte finish. Fijne lijntjes die kun je verbergen. En de poeder zou zacht en fijn zijn. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ik moet wel zeggen dat ik het op zich de verpakkingen wel wat opgevrolijkt vind. Want het is wel eens minder vrolijk geweest. Dus dat vind ik al wel heel erg leuk. Het laatste product uit de Cat Picture Ready line is dit oogschaduwpaletten. Hij heet... Het is de nummer 10 en hij heeft de naam gekregen 1, 2, 3 Smile. Wat ik heel erg leuk vind is dat je hier achterop al een sneak peek krijgt van de kleuren. De kleuren hebben ook namen gekregen. Dat vind ik echt super leuk. Oh, prachtig. Ik heb de paletten opengemaakt. Je ziet hier al een spiegel. En als je heel goed kijkt, zie je hier ook gewoon dat er dingetjes afgedrukt zijn in de kleuren. Vind ik echt heel mooi. Ook zit er een applicator bij, zoals je kunt zien. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. De naam staat er gewoon eigenlijk in. Die hebben ze er soort van ingebakken. En ja, ik denk dat je hier hele mooie ooglooks mee kunt maken. Dus ik ben hier echt super benieuwd naar. Echt leuk paletten ook. 7 oogschaduwkleuren zitten erin. Dus ja, wat dat betreft zeker veel keuze voor een look. Nou is natuurlijk de vraag hoe het pigment gaat zijn. En dat ga ik zeker testen in de reviews. Dus als je daar benieuwd naar bent, hou zeker even mijn blog in de gaten. Dan heb ik nog een mascara. En dit is de False Lashes Mascara. De Extreme Volume & Curl. Ze hebben ook een variant met dat dit oranje is. Ik weet niet precies wat die voor naam heeft. Maar ze hebben er 2 varianten van. Deze mascara is voor voller en langere gekrulde wimpers. En hij belooft een extreem false lash effect. Dus dat vind ik altijd wel leuk om dat te testen, want vaak wordt er beloofd echt zo'n false lash effect. En toch is dat voor low budget merken soms moeilijker om te creëren. Ik ben wel heel benieuwd naar het borsteltje ook, wat voor borsteltje deze heeft. Het zijn vooral korte haartjes als ik het zo bekijk. Ik moet zeggen dat dit nog niet gelijk, dat ik denk van oké, ik ga hier een false lash effect mee creëren. Als ik dit borsteltje vergelijk met het borsteltje uit de mascara die ik je eerder liet zien, de Rock & Doll mascara, dan had ik geloof ik eerder het borsteltje van de Rock & Doll mascara in deze mascara verwacht. Maar dat is wat mijn gedachte nu zegt, dus misschien valt het reuze mee. Ik ben heel benieuwd, ik ga het gewoon testen.
Dan heb ik de matte longlasting lip gloss. Deze ziet er zo uit. Ik heb nummer 01 La Vieste Est Belle. Die namen zijn altijd best wel moeilijk. Hij belooft lang te blijven zitten. Het zou een creamy lipgloss zijn. Voor velvet matte lips. Nou, hij zou de lippen niet uitdrogen en belooft hoge dekking. Nou, ik hoop van harte dat hij de lippen niet uitdroogt. Want vaak bij matte lipproducten krijg je echt uitgedroogde lippen. Op dit moment draag ik zelf het nieuwe lipproduct van Catrice. Dat is volgens mij een cream. Als ik het goed heb. Maar dat is ook een mat lipproduct in ieder geval. En ik heb hier ook nog niet echt een, het gevoel dat mijn lippen uitgedroogd worden. Maar dat is vaak wel wat deze producten doen. Ik vind het eigenlijk best wel grappig dat het een lipgloss is. Want eigenlijk ben ik echt dol op lipgloss. Alleen het enige nadeel vind ik altijd dat geplak. Als je dan gaat fietsen of zo, dan zitten je haren echt aan je lipgloss geplakt. En dat vind ik vreselijk. Maar dat zou met deze dan denk ik niet gaan gebeuren, omdat het een mat effect heeft. En ik was hier ook echt heel erg benieuwd naar, omdat je gewoon steeds vaker matte lipproducten ziet. Ik weet dat Makeup Academy bijvoorbeeld ook een nieuw mat product voor de lippen heeft uitgebracht. Nou ja, Catrice natuurlijk. En natuurlijk kennen we de varianten van de NYX. En deze variant is dan natuurlijk gewoon weer super betaalbaar ook. Dus ik hoop echt dat deze wat gaat zijn. Dus ik ga het gewoon zien met de test. Dan een product waar ik super benieuwd naar was. En dat was de Strobing Highlighter. De highlighter ziet er van binnen zo uit. Echt prachtig al om te zien. De verpakking is basic. Wat we eerder ook al gewoon hebben gezien bij Essence. De naam is Teen Let It Glow. En ik moet zeggen dat Essence volgens mij nog geen highlighter in poedervorm in het assortiment had. Ze hadden de highlighter in creamvorm. En die waren ook best wel goed qua pigment. Alleen hou ik zelf niet zo heel erg van cream producten. Dus ik was zo blij dat ze nu ook eindelijk met een poeder highlighter kwamen. En hij ziet er echt veelbelovend uit. Ik hoop ook echt dat hij dat gaat zijn. Hij is geschikt voor alle skin types. Dus dat is al mooi. Er staat nog wat verder informatie ook achterop. Maar ik hoop echt dat dit echt een heel mooi product gaat zijn. Want hij ziet er echt prachtig uit. Dan hebben ze nieuwe lipsticks uitgebracht. Mat. Misschien komen de lipsticks je bekend voor. Ze hebben ze namelijk ook in een glanzende variant. En die zien er dus zo uit. Deze is dus glanzend en deze mat. Even naast elkaar houden zie je zeker het verschil. Dus dat vond ik wel heel grappig. Deze kleur heet Perfect Match en is nummer 2. En hij ziet er echt zo uit. Ik hoop echt dat dit een matte effect gaat geven, jongens. Ik hou van matte lipsticks. Ik hou gewoon van matte lipproducten. Ik ben er dol op. Dus ik ben echt benieuwd of deze lipstick dat gaat zijn. Ik hoop ook dat hij hoge dekking geeft. Ik ga het trouwens even ruiken. Dan ga ik ook eventjes aan die andere ruiken. Dan denk je misschien, oké, waarom ruik je aan lipproducten? Ja, deze die ruiken een beetje naar snoep. Deze hebben een hele zoete geur. En dat hebben deze dus niet. En dat vind ik echt al een pluspunt. Want die geur die ruik ik ook altijd als ik deze lipstift draag. En deze die ruikt echt super anders. Dus dat vind ik echt super fijn. Hierbovenop zie je trouwens het eetje van Essence. Wat eigenlijk op alle verpakkingen bijna zit als het om lipsticks gaat. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk dat er weer voor deze kleur huls is gekozen. Dat je gewoon eigenlijk al de kleur huls ziet. Wat de lipstick voor kleur is. Misschien acht het ook wel een beetje goedkoper. Want als je gewoon de mat zwarte hulzen zag, dan zag je er soms niet eens af dat het van Essence was. Dus dit is dan wat dat betreft wel weer een beetje goedkoop. Ogend, maar nou ja, goed, het gaat mij om het product wat erin zit. En als die prima is, dan neem ik de verpakking met de koop toe. Dus ik hoop dat die mat gaat zijn. Dan heb ik deze contouring eyeshadow set. Dit is kleur nummer 3. Deze heet Roses Meet Mahogany.
of ik de naam helemaal goed uitspreek, weet ik niet. Vergeef me ervoor mocht ik een fout hebben gemaakt. Maar ik vond dit product er zo leuk uitzien. Je ziet hier een highlighter en een... ze noemen het contour. Normaal zou ik zeggen bronzer, maar in dit geval natuurlijk is het niet echt een bronzer. Hoe je dit aanbrengt staat ook achterop geschreven. De lichte kleur op het complete ooglid. En op het wenkbrauwbod. En dan kun je de donkere kleur in de crease aanbrengen. En deze even goed inblenden. En dan heb je dus eigenlijk een contouring eyeshadow look. Heel benieuwd naar. Ik denk dat dit de donkerste kleur is. Ze hadden verschillende kleuren. Volgens mij 3 of 4 kleurtjes. Dus dan zou dit de één na donkerste of de donkerste zijn. Ik hou daar persoonlijk wel van. Ook hadden ze dus, als je naar de nummers 2 en 1 kijkt, die waren een stuk lichter. Dus ik denk dat dat iets is, als je daar benieuwd naar bent, dat je even moet kijken wat het beste bij jou past. Dan heb ik nog dit contouring eye pencil. Dit is nummer 1, Caramel Meets Frosting. En dit is dus een potlood met een contour pen erin. Contour. Zal ik even het highlight gedeelte laten zien. En het highlight gedeelte. Ziet er echt al heel erg mooi uit. Ik zit wel even af te vragen hoe je dit het beste kunt aanbrengen. Staat er ook wat op. Er staat geen gebruiksaanwijzing op. Dat is weer jammer. Dat moet ik dus zelf even uit gaan bekijken hoe dat gaat zijn. Vraag je misschien af, als je niet weet hoe je het moet gebruiken, waarom schuif je het dan aan? Maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Omdat je gewoon, dat contouren komt zo terug de laatste tijd. En ook als het in potloodvormen komt, weet je, ik hou daarvan. Ik wil dat weten hoe zoiets dan is. Dus daarom heb ik hem ook gekocht. Maar het is dus nog even uitvogelen hoe die gaat zijn. Maar ik ben er toch ook heel benieuwd naar. En helemaal als ik weet hoe dat gaat werken, dan zul je het snel genoeg op mijn blog zien. Dan heb ik dit palette. Dit is het Light Up Your Face Luminizer palette. En het lijkt heel erg op het palette wat ze eerder uitbrachten met een bronzer, een highlighter en een blush erin. Op zich zijn de kleuren eigenlijk... De palette is verder precies hetzelfde. Alleen heb ik het idee dat je hier meer highlight kleuren hebt. Je hebt een beetje donkere, een lichtere en een warmere. Zien er echt wel heel erg mooi uit ook. Ik ga even kijken. Dit is de 10 Ready Set Blow. Oh, achterop staat ook nog omschreven waar je welke kleur het beste kunt gebruiken. Vind ik altijd wel handig. Je hebt een nude highlighter. Een rosé highlighter. En een golden beige highlighter. Ja, ik vind het wel heel handig dat ze dat achterop hebben gezet. Ben ik ook wel heel benieuwd naar dit paletten, want ik hou gewoon heel erg van highlighters. Je kunt er niet genoeg van hebben, wil ik altijd maar zeggen. Je moet er wel van houden natuurlijk. Dus echt een heel erg leuk paletten ook weer, als je mij vraagt. Dan ben ik toe aan het laatste product uit deze bak. En dat is het All About Toffee Eyeshadow paletten. Dit is een nieuwe paletten in de All About serie. Volgens mij is dit het eerste palette sinds 2 jaar, als ik het goed heb, dat hij weer terugkomt. En deze heeft hele mooie kleuren ook. Echt wel een beetje dit soort kleuren ook. Het doet me een beetje aan het vroegere All About palet denken. En dan de chocolate variant. Qua kleuren. Zoals je al had voorspeld, is dit nummer 6 Toffee. Je hebt 8 trendy kleuren. En je kunt ze heel goed combineren. Ook een kleine afbeelding weer achterop over waar je oogschaduw kunt aanbrengen. Altijd handig als je nog niet thuis in bent. En ik hoop eigenlijk dat dit palet ook weer zoveel pigment gaat hebben als de vorige palettes. Ja, en als je allemaal hebt dan... Als je alle voorganger paletten ook hebt, dan wil je ze toch ook ergens heel graag gewoon compleet hebben. Dus heel erg leuk dat er een nieuwe variant uit is gekomen. Dan waren dit de nieuwe producten die ik tot nu toe heb weten te scoren van Essence. Toch best nog wel wat, al zeg ik het zelf. Hele leuke producten zitten erbij. Ik ben ook echt heel erg blij dat ik nu eindelijk deze video heb op kunnen nemen. En dat ik ook eindelijk aan de slag kan met de palettes. Met het gebruiken, met de fotografie, met de swatches. Gewoon met het schrijven van reviews. Ik heb er echt heel veel zin in.
Dus nogmaals, als je daar ook benieuwd naar bent, kijk dan even op mijn blog. Daar kun je ook nog gratis op abonneren. Dan blijf je gewoon op de hoogte van mijn nieuwste blogposts die online komen. Ook kun je natuurlijk gratis abonneren op mijn YouTube kanaal als je geen video van mij wilt missen. Voor nu wil ik je ook heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je heel snel weer te zien. Doei!